We gaan nu naar onze gasten voor vandaag. En we zijn trots om aan te kondigen Cheyenne Samson van de Green Heritage Fund Suriname. Goedemorgen, milieudeskundige. Ja, vertelt u toch aan de gemeenschap wie u bent en wat u allemaal gedaan hebt in de afgelopen periode om toch vandaag genoemd te mogen worden milieudeskundige? Nou, zoals je zei, werk ik voor Green Heritage Fund Suriname. Ik ben projectassistent. Ik ben in 2017 afgestudeerd van de Antonokom Universiteit, waar ik dus milieuwetenschappen heb gestudeerd. Ja, vandaag praten we met Cheyenne Samson. En er zijn een aantal projecten waarmee de Green Heritage Fund mee bezig is in Suriname. Maar we weten ook dat er in Paramaribo gisteren een klimaatconferentie is gestart, waarbij landen met een hoge mate van bosbedekking, meer dan 50% van hun grondoppervlak bedekt is met bos, dat zij zoeken naar financiering om dat in stand te houden. En ik wil toch weten, jullie participeren ook? Ja, mevrouw Pool is momenteel in de conferentie, ja. Wat is uw eigen opvatting? Ik denk dat we er allemaal over eens kunnen zijn dat onze bossen heel belangrijk zijn, vooral in deze tijd met global warming, climate change. En we moeten die zoveel als mogelijk beschermen, maar dan wel op een zodanige manier dat ieder er voordeel aan heeft. Dus we zijn benieuwd naar wat de conferentie allemaal, wat er zal worden afgesproken daar. En we hopen dat het positief is, in ieder geval voor Suriname. Ja, maar maakt niet uit wat er gebeurt, wat er wordt besproken en wat de uitkomsten zullen zijn. De organisaties, de niet-governementele organisaties, blijven doorgaan. Natuurlijk, natuurlijk. Voor ons is bescherming van onze visie is een schoon, groen en gezond Suriname. En één manier om dat te bereiken is om onze bossen in stand te houden. Niet alleen de bossen in het binnenland, maar ook de bossen die we hebben in de stad. Want we hebben van die kleine stukjes bossen in de stad. Die zijn dus ook heel belangrijk voor ons. Dus we proberen alles te beschermen, maar we snappen dat het op een manier moet gebeuren dat het voordelig is voor ieder. Ja. Wat doet uw organisatie eigenlijk in Suriname? Nou, we doen een heleboel. Ja. Ik denk dat het bekend zijn voor onze luiaarden. Ja, we redden luiaard. Als u dus eentje heeft gevonden in uw tuin, maar ook miereneters en buideldieren. Als u eentje heeft gevonden, kunt u ons bellen. Wij komen hem halen en we brengen hem naar ons centrum in Saramaca. Die is in november geopend, officieel geopend. Als ze ziek zijn, verzorgen we de dieren. Zodra ze gezond zijn, laten we ze weer los in het bos. Verder hebben we ook nog een dolfijnprogramma, een educatieprogramma waarbij we naar scholen gaan. En een Green Community Development programma waarbij we gemeenschappen helpen om op een duurzame manier hun businesses te ontwikkelen. Ja, er is een stuurgroep die bezig is. Ja, de stuurgroep heet Clean Suriname. Het bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de private sector, de overheid en NGO's. En ons doel is het uitbannen van de single-use plastic zakken. Dat zijn die heel dunne zakjes die je krijgt in de winkel. Die komen heel vaak in het milieu terecht. Niet altijd vaak genoeg omdat we ze daar dumpen, maar soms is het ook gewoon dat ze door de wind uit de auto worden gewaaid of uit de tonnen. De normale broodzakjes bijvoorbeeld. Precies, die. We willen daar vanaf. We vinden persoonlijk dat het niet nodig is. Er zijn genoeg alternatieven. En vandaar dat we zijn begonnen met een tekenwedstrijd om aandacht te vragen hiervoor. Een beetje radicaler misschien. Zou het mogelijk zijn om een beweging op touw te zetten? Om te zeggen van nou, we moeten af van deze plastic zakjes. Dus de productie daarvan moeten we eigenlijk stoppen, onder andere in ons land. Ja, inderdaad. En we hebben al gesprekken gehad met enkele bedrijven die het hier produceren om na te gaan als er alternatieven zijn. Want natuurlijk, het is een bedrijf, er werken mensen daar, we kunnen ze niet broodeloos maken. We hebben dus wel gesproken met ze om te kijken als er alternatieven zijn. We hebben ook gesproken met de minister van Handel, Industrie en Toerisme om na te gaan in hoeverre het mogelijk is om het uit te bannen, hoe lang het gaat duren en ook de import moeten we stopzetten. Dus we zijn wel met verschillende groepen bezig en dit is een van de manieren hoe we het publiek erbij willen betrekken. Ja. Wat we niet moeten vergeten, en we kijken naar onze regio, dan merken we dus dat er toch wel landen zijn in het Caribisch gebied die ons voor zijn. Inderdaad, ja. We werken er natuurlijk naartoe. We willen graag ook plastic free zijn. We snappen dat het wel een lang proces is en we beginnen dus met de single-use plastic zakken. Omdat
Je kan gewoon heel eenvoudig met een tasje naar de winkel. Er zijn biesema's die nog steeds met een grote markttas naar de winkel gaan en alles daarin zetten. Iedereen in de stuurgroep probeert zelf ook geen zakken meer te nemen. Dus het is mogelijk en we zijn ook bezig met alternatieven. Dus we beginnen daarmee. Ja, een tekenwedstrijd is op komst. Ja. Ja, Junatori. Wat is eigenlijk de bedoeling ervan? Voor wie is het toegankelijk? Ja. Dus het thema is dus weg met dunne plastic zakken. En ieder mag meedoen. We hebben geen leeftijdscategorie. Iedereen mag meedoen. Het enige wat je moet doen is dus het thema uitbeelden. Mm-hmm. En daar, voor de rest, dat laten we aan de mensen over. En de bedoeling is dus dat alvast bij het tekenen je erover gaat nadenken. Waarom is het gevaarlijk? Hoe ga ik dat uitbeelden? En de winnaar, de winnende tekening, zullen we dus gebruiken voor promo van ons doel. Dus die tekening komt misschien wel op een tasje te zien die we dan zullen verkopen. Dus we hebben nog een heleboel andere plannen. Ja. Dit is de eerste activiteit. Okay. Maar de tekening zal dus worden gebruikt voor het project. Ja, een tekenwedstrijd is op komst. Hoe zal het eraan toe gaan? Dus de mensen mogen hun tekeningen voor ons mede. Dat kan op cleansuriname@outlook.com. Is het een A4'tje goed? Een A4'tje is goed, maar ik heb ook mensen gehad die zeggen van ja, ik wil het op een A3 doen. Ook goed. We zijn helemaal niet moeilijk wat dat betreft. Voor de mensen die het inderdaad op een A3 doen, ik snap dat je het niet voor ons kan meren. Die mogen het ook voor ons brengen op kantoor bij Green Heritage Fund Suriname. Dat is aan de Geertruidenstraat nummer 24. Of voor Surisuur, dat is aan de Florastraat nummer 34. De deadline is 8 maart. Hierna zullen we dus een tekening kiezen. Zo, ja, frappant. 8 maart, de internationale dag van de vrouw. Inderdaad, ja. De vrouwen en meisjes zijn dus ook heel belangrijk binnen dit hele proces. Omdat wetenschappelijk ook al is bewezen dat zij de negatieve effecten van climate change, het global warming, het meest zullen voelen, het hardst zullen voelen. Mm-hmm. Dus inderdaad, ja. Het is heel toevallig. Maar... Een tekenwedstrijd dus, was kunnen al opsturen? Ja, het is al begonnen. De deadline is 8 maart, zoals ik eerder zei. We zijn nog bezig met het samenstellen van een jury. Zodra die compleet is, zullen we ook bekendmaken wanneer de uitslag dus bekend zal worden gemaakt. Hoe zit het met de schooljeugd? Meestal is het voor die groep wel een beetje anders. In het verleden gebeurde het zo dat wanneer er een tekenwedstrijd is, dat men dus de scholen afgaat en dan geeft men aan van nou, men maakt het bekend en na een bepaalde periode komt men dan terug om de tekeningen op te halen. Ja, dus we zijn heel flexibel wat dat betreft. We zijn ook bereid om dat te doen. En natuurlijk willen we dat de schooljeugd meedoet, want de jeugd is de toekomst van morgen. En het is belangrijk dat zij ook meedoen aan deze wedstrijd, zodat zij ook beginnen na te denken over plastic en waarom het niet goed is voor ons milieu. Dus natuurlijk willen we dat de jeugd ook meedoet, maar we willen de oudere jeugd ook niet uitsluiten. Dus vandaar dat we hebben gezegd, van, het is voor iedereen. Het is voor ieder. Ja. Goed, dan hebben we dat dan begrepen. Cheyenne Samson van Green Heritage Fund Suriname heeft er dus een melding van gemaakt. Een tekenwedstrijd om milieubewustwording goed op gang te brengen. Daarmee zijn ze bezig. En het gaat om dat plastic afval. Meer wordt er gesproken over de plastic zakjes. Om dat eigenlijk uit onze natuur te houden. Hoe kunnen we dat het best doen? Nou, u moet dan met voorbeelden komen, met een tekening. En dan zal het dus ook nog worden gebruikt voor de projecten waarmee ze dan bezig zijn. Wat doen jullie nog meer aan bewustwording? Nou, we gaan regelmatig we doen regelmatig mee aan verschillende activiteiten. We hebben vorig jaar ook de March for the Ocean georganiseerd. Die zullen we dit jaar weer organiseren. En het thema was vorig jaar dus ook plastic in de oceaan. Want 80% van alle plastic dat in de oceaan zit is afkomstig van land. Dus we doen ook de clean-ups, dat doen we samen met WWF, Surisuur, we hebben het ook met GCI gedaan. Waarbij we dus afval opruimen op verschillende locaties in heel Suriname. De laatste clean-up was op 5 locaties, Mungo, Galibi, het waterkant, weg naar zee en Nikeri. En niet dat alleen, we ruimen het niet alleen op, we kijken ook waaruit bestaat zo dat afval? Bestaat het uit plastic? Bestaat het uit blikjes? Dat houdt ook allemaal bij. En dus
we voeren het in en dan hebben we een beeld van wat voor afval er eigenlijk allemaal in onze rivieren terechtkomt. En ik moet ook zeggen, het gros van het afval, meer dan 80%, bestaat gewoon uit plastic. Ja, ja. Je hebt daarnet ook aangegeven dat jullie ook bezig zijn in de gebieden buiten Paramaribo. Ja, inderdaad. Ja. De kustgemeenschappen, dat is wel voor een ander project. Zijn we momenteel ook bezig. We gaan naar de gemeenschappen toe en proberen eigenlijk samen met ze na te gaan hoe ze een belangrijkere rol kunnen krijgen binnen besluitvormingsprocessen omtrent de zee. Omdat zij eigenlijk daar wonen. Zij merken de effecten, dus ze moeten ook worden betrokken. Dus dat doen we ook, ja. Ja, en dat lukt wel. Ja, de betrokkenheid. Ja, we moeten zeggen, heel veel mensen zijn heel enthousiast. De laatste plek die we bezocht was Nikeri en het was echt geweldig, beter dan we hadden verwacht. De mensen waren super enthousiast, dus het is tot nu toe best positief. Is het dus zo dat, laat zeggen over een paar jaren, dat praten over milieu-issues, dat toch wel topprioriteit wordt voor iedere burger in ons land? Daar werken we naartoe en ik moet wel heel eerlijk zeggen, vooral wat plastic betreft, merken we dat steeds meer mensen willen weten wat ze eraan kunnen doen. We worden benaderd door verschillende bedrijven, organisaties, maar ook individuen en ze vragen ons van wat kunnen wij zelf doen, hoe kunnen we af van plastic, hoe kunnen we af van die zakken. Dus je merkt dat mensen nu meer en meer beseffen dat plastic gevaarlijk is en we er vanaf moeten. Dus dat is wel positief. Ook bij de clean-up zien we steeds meer mensen komen. Dus. Ja. Cheyenne, Samson, de gelegenheid geef ik jou om toch de Surinaamse gemeenschap te stimuleren om mee te doen aan de tekenwedstrijd. Oké, nou, mensen weten nu inmiddels al dat plastic gevaarlijk is. Dit is je kans om uit te beelden waarom het voor jou zo belangrijk is. Je tekening zal worden gebruikt, je gaat hem regelmatig zien. Dat is dus ook een pluspunt voor jou als artiest, want jullie zijn allemaal artiesten. En je krijgt ook nog een zakje van ons met duurzame producten. Dus sla je slag, doe mee. En help ons om plastic uit te bannen, single-use plastic zakken uit te bannen. Ja, goed. Mag ik u bedanken? Ja. Van Green Heritage Fund is.